Ik ben adviseur bodem. Dus ik geef advies op het gebied van bodemonderzoeken. Een bodemadviseur bij BK is niet alleen een bodemadviseur, maar je bent eigenlijk totaal projectmatig ben je bezig. We hebben een hele platte organisatie, dus geen managers. Dus iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen projecten. Van begin tot aan het eind, voorcalculatie, uitvoering, nacalculatie, alles. Wat leuk is aan de projecten bij BK is dat het eigenlijk allemaal verschillende soorten projecten zijn. Het is niet alleen bodemonderzoek, maar het is ook waterbodemonderzoek, partijkeuringen. En daarbij is het vooronderzoek, het historisch onderzoek, het verkennend onderzoek, het nader onderzoek. Het is eigenlijk een heel compleet pakket van allerlei bodemonderzoeken. Soms gevolgd door een bodemsanering, die dan ook uitgevoerd moet worden. We hebben adviseurs, we hebben veldwerkers, we hebben senior adviseurs, projectmanagers. En eigenlijk met al die mensen samen maak je een project. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van het project. En dat wordt dan uiteindelijk een geheel. En samen kijk je dan terug op een mooi resultaat vaak. De onderlinge sfeer is heel erg goed. We gaan buiten BK gaan we ook vaak samen op pad, gezellig eens een biertje drinken. Uiteindelijk komt dat de werksfeer heel erg ten goede. We hebben bij BK een platte organisatie. Dat houdt in dat er geen managers zijn, weinig hiërarchie. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheden en die liggen eigenlijk zo laag mogelijk binnen de organisatie. Ik werk zelf nu 8 jaar bij BK. Ik ben bij BK begonnen omdat ik heel iets anders wilde. Dus eigenlijk een career change wilde maken. BK heeft me daarin gefaciliteerd door mij een opleiding aan te bieden tot milieutechnisch veldwerker. Dat heb ik met heel veel plezier heb ik die gevolgd, een deeltijdopleiding. Tegelijkertijd ervaring opgedaan in het veld. En nadat ik die opleiding heb afgerond, heb ik zelf eigenlijk aangevraagd om een hbo-opleiding milieukunde achteraan te plakken. Dat is ook gehonoreerd. Die ontwikkeling eigenlijk vanaf begin af aan bij BK heb ik doorgemaakt van veldwerker tot waar ik nu zit op kantoor, adviseur bodem. Kwaliteit binnen BK-ingenieurs staat eigenlijk wel heel erg hoog in het vaandel. Het is niet alleen maar meters maken, boringen zetten en dan een rapportje leveren. Het is het goed adviseren van de opdrachtgever om uiteindelijk te komen tot een goed resultaat. Wat mijn vak mooi en uniek maakt is dat je iets aan het onderzoeken bent. En dat is eigenlijk de milieuzuinige kwaliteit van de bodem op plekken waar dat lastig te bepalen is. Je kan niet ondergrond kijken. Dus met de informatie die je gaat vinden, moet je een totaalbeeld schetsen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op die locatie. En dat is vaak wel een uitdaging. BK voor mij betekent eigenlijk een warme plek waar ik goede collega's heb, waar ik de ruimte heb om me te ontwikkelen en waar er nog steeds ruimte is om te ontwikkelen.